Het ministerie van Arbeid is samen met de sociale partners hard op weg decent work zijn beslag te doen krijgen in elke sector en op elke werkplek in ons land. Ook de werknemers van Nieuwmond zullen profijt trekken van de resultaten hiervan, verzekert minister Suate Mustaja van Arbeid. De Nieuwmond werknemersorganisatie, NWO, heeft een werkbezoek gebracht aan de arbeidsminister. Daarbij heeft zij de bewindsman geïnformeerd over de arbeidsomstandigheden bij dit bedrijf vanuit het oogpunt van de werknemer. De bond staat onder leiding van Merwin Leeflang, die wordt bijgestaan door consultant Winston Weert. De NWO noemde de 12-urige werkdagen, de lange periode van dag- en nachtdiensten, de slechte slaapaccommodaties voor werknemers op de bedrijfslocatie en de negatieve impact op het gezinsleven, omdat de werknemer 2 weken weg is van huis. Deze zijn volgens de bond slechts enkele van de vele misstanden die in de sector voorkomen en niet bevorderlijk zijn voor arbeidssatisfactie. Mustaja zei verder dat het ministerie in de afgelopen periode met voortvarendheid heeft gewerkt aan verbetering van de arbeidswetgeving. De aangepaste arbeidswetgeving vereist volgens de bewindsman ook dat de handhaving van de wetten nu strenger ter hand wordt genomen. Intussen heeft hij een traject ingezet om de arbeidsinspectie te transformeren naar een modern inspectieapparaat. Hij spoort de NWO daarom aan om in overleg te treden met de werkgever om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst waarvan de inhoud een aanzet zou moeten zijn voor het gewenste niveau van fatsoenlijk werk binnen de sector.